We gaan Blood & Sandy maken met Bruno en met ook Whisky Out & Tushen. Ja, maar toch nog met een speciale techniek afwerken. Ja, dus we gaan even werken met de smoking gun. Eigenlijk een ideale herfst wintercocktail vind ik, maar toch nog een beetje frisheid. Mm-hmm. Dus we gaan eerst sowieso ons glas koelen, zoals altijd. Dus. Een mooi coupetje. Dan eigenlijk de Blood & Sand. Dat is gewoon een heel eenvoudig receptje. Dat is gewoon drie gelijke delen. Eén deel Ocean Toshen, één deel fruitsap en één deel kersenlikeur. Dus heel eenvoudig. Dus we gaan beginnen met de fruitsap. Dat is drie centiliter. Drie centiliter, ja. Voilà. Drie centiliter. De kersenlikeur. Nou, whisky gaan we meer en meer terugvinden nu in de bars. Absoluut. Dus die is geëindigd eigenlijk op American Oak. Maar die heeft niet echt een smoky flavor eigenlijk, of geen echte turfsmaak die... Nee, inderdaad. Dan zo goed te combineren in een cocktail. Absoluut. Dus gewoon een beetje. Goed wat ijs. Een leuke shaker. Dankjewel. Dat is een oldschool cobbler. Altijd leuk om mee te werken en zeker handig voor drankjes, kort eigenlijk. Met veel fruitsap liever de Boston Shaker, omdat je echt een grotere beweging doet. Maar is er meer liqueur, alcohol en zo. Kleine kobbler is veel gemakkelijker. En we hebben een shaker. Voilà. Dat is ook al geregeld. Ops. Ons glas. En wat gaan we nu doen is nog eigenlijk met een zeefje extra voor de kleine stukjes ijs tegen te houden. Het ziet er al heerlijk uit. Voilà. En nu gaan we ons gebruik maken van onze smoking gun. Dus dat is nog niet klaar. We gaan nog extra rookflavor aan toevoegen. Want toen zal ik eens eerst aanzetten. Nee, dat is een nieuwe techniek die nu gebruikt wordt. Voilà. Ik wil even je hulp vragen. Ja? Als je eventjes gewoon de duim onder de stolp wilt houden. Mooi. Ja. Dat is hem volledig uitgesmeurd. Voilà. Wow. Dan halen we het eraf. En wat we kunnen doen is voor extra geur nog te geven. Voilà. Ze. En hier hebben we dan... De Smoky Blood & Sand. Wow. Gracias. Ongelooflijk. Dank u. Gezondheid. Dank u.